Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 11 september. Er vallen buien in Nederland en op de satellietfoto zien we ook heel duidelijk die buienstructuur terug boven ons land. In het westen vielen vanochtend de meeste buien, inmiddels trekken die buien wat verder het land in. Op de radarfoto is dat goed te zien. We zien die buien over het westen van het land liggen, maar zoals gezegd, ze gaan geleidelijk aan naar het noordoosten. Er kunnen een paar pittige buien tussen zitten, er is kans op onweer en lokaal valt er ook flink wat neerslag. De temperatuur die ligt vanavond zo tussen de 13 en 16 graden. Ook dan valt er af en toe nog wel een bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. In de loop van de avond, en met name vannacht, blijft het in het binnenland op de meeste plaatsen droog. Daar zijn dan brede opklaringen en daalt de temperatuur naar een graad of 11. Aan zee is het een graad of 14 en valt er ook nog wel af en toe een bui. Daar waait het ook wat harder. De wind is daar nog steeds vrij krachtig of krachtig. Morgen ziet het er allemaal toch wel iets vriendelijker uit dan vandaag. Er is wat meer ruimte voor de zon, maar plaatselijk valt er nog wel een bui. In de middag blijft het op veel plaatsen droog, met name ook in de zuidelijke helft van het land. Het wordt dan zo'n 15 tot 17 graden. En verder waait er een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Ja, woensdag krijgen we te maken met een zeer onstuimig weerbeeld. Ik pak de weerkaart er even bij en dan zien we. Dat er momenteel een lage drukgebied ligt boven de Noordzee. Dit is de kaart van afgelopen nacht, twee uur. Maar woensdag passeert er een nieuwe depressie. Die moet op dit moment nog ontstaan eigenlijk. En ligt nu nog boven de oceaan, de beginselen daarvan. Maar vanuit het westen zal die depressie naderbij gaan komen. En die trekt dan zo over Ierland en Engeland richting Denemarken. Als ik de animatie aanzet, dan is dat goed te zien. Het lage drukgebied dat komt dus in de oceaan opdoemen en dat trekt dan woensdag langs Nederland. En dat zorgt ervoor dat het woensdagochtend heel hard gaat waaien. Waarschijnlijk zuidwesterstorm op de Wadden en in het noordwesten van het land. Ook in het binnenland gaat het stevig waaien. Windkracht 6 tot 7 is dan zeker mogelijk. En dat niet alleen. Er komen ook flink wat windstoten. Zeer zware windstoten op de wadden. Windstoten boven de 100 km per uur. En in het binnenland zo'n 70 tot 80 km per uur. Dat is wat de modellen nu laten zien. Er is zelfs een kans dat die wind nog wat verder gaat toenemen. En ook nog iets naar het zuiden gaat zakken. Waardoor een groter deel van het land te maken gaat krijgen met die wind. Ik zet die animatie nog een keer aan en dan zien we dat lage drukgebied vanuit het westen voorbij komen. En als ik dan de kaart stilzet op woensdagochtend 7 uur, dan kunnen we heel duidelijk dat lage drukgebied zien. En die isobaren, die lijnen van gelijke druk, die witte lijnen, die liggen dicht op elkaar. En dat betekent dat het hard gaat waaien. Ook natuurlijk regen daarbij. Dus de ochtendspits op woensdag die zal uh, ja, best wel veel vertraging kennen door de wind en door de regen. En die zeer zware windstoten die maken het nog eens extra ongemakkelijk voor vrachtauto's die leeg zijn. En mensen die met aanhangers op de weg gaan, moeten toch ook rekening houden met problemen zoals het er nu voor staat. Dat is dus allemaal woensdag. Daarna wordt het weerbeeld wel weer wat rustiger, maar het blijft wisselvallig. Donderdag vallen er wel weer een aantal buien, maar de wind neemt wel geleidelijk aan af. En de temperatuur die is laag. Rond de 15 graden is het donderdag. En dat geldt eigenlijk ook voor vrijdag, 15 tot 16 graden. Dan komt er geleidelijk aan wel weer meer zon in de verwachting. Maar die 15 tot 16 graden, dat is echt veel te laag voor deze tijd van het jaar. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Je Plaza. Ik wens u nog een fijne dag.